Mijn naam is Gerben Ron en ik ben Chief Technology Officer bij de gemeente Amsterdam. Daarmee ben ik verantwoordelijk voor innovatie binnen deze gemeente. De komende jaren wordt de stad overspoeld met technologie. Zelfrijdende auto's, huisartsen die misschien vervangen worden door tricorders, zoals u die ook in Star Trek zag. Het contactloos betalen, wat u al in elke supermarkt ziet. Er gaat een hele hoop veranderen de komende jaren. En een hele hoop andere dingen veranderen ook niet. Als je kijkt naar de grachten in Amsterdam, zijn ze wellicht al 400 jaar hetzelfde en is er eigenlijk weinig wat er veranderd is. En als je dan door de geschiedenis heen loopt van Amsterdam, zie je eigenlijk dat de impact van de waterleiding, het elektriciteitsnet, het riool, misschien wel net zo'n grote impact gehad hebben op de stad als al die andere moderne technologieën. Daar komt bij dat de eerste, tweede industriële revolutie ervoor gezorgd hebben dat we ons gaan organiseren naar grote, gecentraliseerde netwerken. De overheid is gegroeid van 10% van het binnenlands product naar misschien wel 50% van het binnenlands product op dit moment. De beweging van gecentraliseerde samenleving naar een gedecentraliseerde samenleving zal de komende jaren de nodige vragen met zich meebrengen. In dit videocollege wil ik ingaan op de kansen die er zijn voor de overheid, voor de gemeente, maar ik wil ook ingaan op de dilemma's die dat met zich meebrengt en hoe we daarmee om zouden kunnen gaan. De stad is dus continu in transitie. Maar de huidige transitie, waar digitale technologie een grote rol speelt, heeft toch een aantal bijzondere bewegingen en uitdagingen. Een aantal trends die we terugzien, ingegeven door technologie, in de stad zijn dingen als van gemeente naar gemeenschap. Mensen organiseren zichzelf, hebben de overheid niet meer nodig. Innovatie gaat op een open manier en niet in gesloten systemen zoals we dat vroeger deden. We gebruiken informatie om informatie gericht te kunnen sturen, te kunnen handhaven. En het is niet meer een onderbuikgevoel. We moeten onszelf meer decentraal organiseren. Denk je ook aan energievoorziening, zonnepanelen en windenergie. En misschien het belangrijkste is wel, we kunnen niet meer 40 jaar vooruitkijken, maar we zullen naar ontwerpen moeten die we door de loop van de tijd kunnen aanpassen aan de hand van nieuwe organisatievormen, nieuwe technologieën en nieuwe bedrijvigheid. Een bedrijf als een Free Record Shop is bijvoorbeeld al helemaal weggevaagd door deze bewegingen. Digitalisering in combinatie met het gebruik van data, in combinatie met communities, hebben ervoor gezorgd dat bedrijven als Spotify en iTunes de overhand hebben gekregen. En ook waar het persoonlijke contact zo belangrijk was bij het reisbureau, zien we dat bedrijven als Booking.com of Airbnb het hebben overgenomen. En ook banken, waar er honderden van waren in de stad, zijn inmiddels verworden tot een platform, gedigitaliseerd. Allerlei producten en diensten van andere partijen dan de traditionele banken, denk je aan Adyen, PayPal of de creditcardmaatschappij, hebben daar de banken het veld doen ruimen. En voor de overheid zelf, zelfs de buitenruimte, een plein, is niet meer alleen maar bomen, groen en stenen, maar wordt vervangen door een digitaal platform. In het volgende deel van het videocollege ga ik in op de kansen die het heeft voor de gemeente om gebruik te maken van deze technologie en deze trends. De gemeente kan op verschillende manieren gebruik maken van de nieuwe technologie en de nieuwe ontwikkelingen die u zojuist gehoord heeft. Bijvoorbeeld door op een andere manier te gaan werken, samen met start-ups, waarbij we bijvoorbeeld vraagstukken in de markt zetten en start-ups uitnodigen ons te helpen, zoals u kunt zien in dit filmpje. Do you have a great idea to help serve the people of Amsterdam? The city of Amsterdam is looking to invest in startups, hoping to expand into the public sector. The Startup in Residence program gives startups the chance to work together with governments to find new solutions to the city's challenges. Samen met start-ups werken we aan vraagstukken die ons helpen om toeristen te spreiden door de stad, die ons helpen om huisvuilgescheiden in te zamelen of om bijvoorbeeld het fietsvrakkenproblematiek op te lossen. Startups helpen ons op een andere manier te werken door te testen, te oefenen, iets nieuws te doen, te falen en het beter te doen. Deze manier van werken helpt ons om snel tot nieuwe oplossingen te komen. Een andere manier hoe technologie gebruikt kan worden is door bijvoorbeeld data te gebruiken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe we traditioneel ons beleid evalueren, zouden ze het elke 2 of 4 jaar dat we kijken naar hoe gezond mensen in Amsterdam bijvoorbeeld zijn. En als we dan een campagne doen van soep verstandig, eet een appel, dan weten we elke 4 jaar eigenlijk zijn de kindertjes in Amsterdam gezonder geworden dan 4 jaar geleden. Wat we nu doen is dat we samenwerken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, scholen, maar ook supermarkten, om te kijken of er ook meer appels worden verkocht als we een campagne georganiseerd hebben. En als er dan niet meer appels worden verkocht, dan kunnen we ook ophouden met de campagne en een nieuwe campagne proberen. Heel anders dan dat we elke 4 jaar kijken wat de effecten zijn. Maar natuurlijk roepen deze nieuwe dingen ook vraagstukken op. Nieuwe dilemma's en hier gaan we in het volgende deel van het videocollege op in. Technologie biedt een hoop kansen voor de overheid.
Maar het brengt ook een hoop nieuwe dilemma's en uitdagingen met zich mee. Op sociaal gebied, op economisch gebied en op juridisch gebied. Op economisch gebied zie je bijvoorbeeld dat een bedrijf als Uber een dienst maakt waar heel veel mensen heel blij van worden. We zien ook dat daardoor de huidige arbeidsmarkt en hoe we die georganiseerd hebben onder druk komt te staan. Regels die voor de ene chauffeur wel gelden, gelden niet voor de andere chauffeur. Grote bedrijven als Uber, die misschien een winner-takes-all methodiek hebben. Dus die de grootste worden en nog de enige aanbieder zijn van een bepaald product. Allemaal risico's waar de overheid mee moet dealen. Ook op sociaal gebied verandert er een hele hoop. Denk bijvoorbeeld aan mensen die hun eigen zorgverzekering organiseren. Een zorgverzekering die je organiseert met misschien 2000 mensen uit je eigen buurt of dorp. In de praktijk zien we dat gezonde, rijke, goed opgeleide mensen heel goed in staat zijn om dit soort dingen te organiseren. Mensen die misschien wat minder goed opgeleid zijn of wat ongezonder zijn, zijn veel minder goed in staat om dit soort dingen te organiseren. Sociale cohesie en de organisatie zoals wij veel van dit soort zaken georganiseerd hebben, staan hierdoor onder druk. En ook juridisch is er nog een hele hoop uit te zoeken en weten we eigenlijk niet zo goed wat bijvoorbeeld privacy nog betekent. Dat is vast niet meer hetzelfde als 2000 jaar geleden, maar wat het dan nu wel precies betekent, is niet altijd even duidelijk. Ik denk dat we de komende jaren nog heel veel van dit soort vraagstukken tegen gaan komen en dat we dit ook gemeenschappelijk zullen moeten gaan oplossen. De afgelopen jaren hebben we in Amsterdam een hoop geleerd. We hebben geprobeerd kansen te benutten door gebruik te maken van technologie. We hebben gezien dat nieuwe dilemma's worden opgeworpen en als CTO hebben we geprobeerd kansen te benutten en dilemma's op te lossen. Dat is nog lang niet gelukt, maar we hebben wel een hoop geleerd. We hebben geleerd hoe we moeten samenwerken met zorginstellingen en met supermarkten om ons beleid effectiever te kunnen meten en snel te kijken naar resultaat. We hebben geleerd dat we met bedrijven als Airbnb en Uber in gesprek moeten komen om na te denken hoe zorgen we ervoor dat we regels maken die wel nieuwe innovaties tot de markt kunnen brengen, maar niet zorgen voor de verstoring in de markt waar Amsterdammers en ondernemers last van hebben. We hebben geleerd dat we met start-ups kunnen werken om snel te testen, te oefenen, te leren en ook fouten te durven maken. In alles wat we gedaan hebben is eigenlijk de belangrijkste les dat we moeten doen om te leren. We kunnen niet meer op een whiteboard tekenen wat de mogelijke problemen zijn en wat de kansen zijn. Het enige wat we kunnen doen is experimenteren, leren, durven te mislukken en daar ook over te praten en te communiceren. Daarom zou ik u willen uitdagen om morgen op te houden met vergaderen, maar te beginnen met doen, te experimenteren en te vertellen over uw meest prachtige oplossingen, maar ook over de mooiste mislukkingen.